kleding ook, weet je. Voordat ik dagelijks vlogde, deed ik dat ook wel eens. En ik ben daar eigenlijk mee gestopt toen ik dagelijks ging vloggen. Omdat ik dacht, ja, dat kan niet. En waarom niet? Het kan gewoon. Weet je, als het nog schoon is en het ruikt niet vies, kan ik het. En ik ben niet twee keer achter elkaar op dezelfde plek, want dat vind ik dan wel. Dan vind ik dat prima kunnen. Ik heb redelijk goed geslapen. Veel gedroomd. Maar ja, dat heb ik als ik eenmaal veel aan mijn hoofd heb. Ze zeggen ook dat dat goed is om te verwerken. Ja, ik snap, dat is hopelijk ook zo. Alleen je wordt er zo moe van. Maar goed. Nog 2 dagen en dan heb ik vakantie. Dus het aftellen is begonnen. Eigenlijk al begin deze week natuurlijk. Maar goed, het is nu 10 voor half 8. Ik ga zo naar mijn werk. En dan zie ik jullie vanmiddag weer. Nou jongens, dit is wel echt de meest rommelige vlog ooit. Ik ga me ook echt noemen bij elkaar geraapt zootje. Hiervoor heb je kunnen zien dat ik donderdag ben gaan werken. Toen kwam ik thuis, wilde ik de adventkalenders openmaken. En toen ging mijn batterij op. Daarna gebeurde er ook weer wat, dat zie je hierna. Heb ik niet meer gevlogd, heb ik op een andere dag de vlog opgepakt. Dat leg ik hierna ook uit. In de veronderstelling dat jullie dat eerste stukje van de adventkalender opening nog gezien hadden. Dat was niet zo. Dus dat ga ik nu opnemen. Ik had alleen nog de adventkalender van Douglas. Ik ben ondertussen even aan het zoeken wat ik ook weer die dag had. Ik had alleen nog de adventkalender van Douglas opengemaakt. De rest ga je hierna nog gewoon in de video zien hoor. Maar in de adventkalender van de Douglas zat dus dit leuke flesje. Dit handige flesje. Dat ga je hierna ook zien. Maar ik begin het stukje hierna met dat mijn batterij leeg was. Maar dat heb je in het vorige stukje dus helemaal niet gezien. Dus nou ja. En dit is ook weer een andere dag opgenomen. Dus dit is echt een, nou ja, het meest rommelige vlogje ooit. Maar goed, ook wel weer leuk toch? Nou, dan gaan we nu weer naar mezelf eigenlijk in de toekomst. Maar voor mij nu weer in het verleden. Heel ingewikkeld. Zo, en toen was mijn batterij leeg. Ja, en nou kan ik doen alsof ik die net heb vervangen en het nog dezelfde dag en dezelfde tijd en alles is. Maar zoals jullie waarschijnlijk aan het licht al merken en misschien ook al wel aan mijn haar zien, is het een paar dagen later. Nadat de batterij leeg was, gebeurde er iets waardoor alle emoties van de afgelopen dagen zo hard naar buiten kwamen. En ik was gewoonweg echt niet meer in staat om te vloggen of de vlog af te sluiten of iets dergelijks. Dus ik heb het erbij gelaten. En ik dacht, ik doe later een stukje filmen in mijn goede doen. En dat plak ik erachter. Dus weet je, dat vinden jullie waarschijnlijk ook het fijnst als ik daar gewoon eerlijk over ben. Dus nou, dan doe ik dat ook. Ik zie er niet uit, want ik heb net geskiet. En het was zo ongelooflijk koud. Maar goed. We waren met die van de Douglas begonnen. En daar zat dit leuke flesje in. Dat is een verstuivertje. En daar kan je, als je op vakantie gaat of zo, kan je daar wat in doen. Ik ga natuurlijk binnenkort op wintersportvakantie. Dus ik ga nog even kijken wat handig is om hier dan in te doen. En dan neem ik het mee. Dan gaan we over naar die van NYX. En ik had stiekem net al even gekeken om te kijken welk nummer ik moest hebben. En daar waren we bij nummer 20 gebleven. Maar moet je kijken wat een leuk vakje dat is. Ik weet niet, ik zie niet helemaal wat ik doe, maar zie je dit huisje? Ik vind hem echt geweldig. Nou, eens kijken wat daarin zit. Ook weer een oogschaduwkleur. Whipped mocha. Ja, een beetje mocha kleurtje, dat klopt wel. Ik weet niet zo. Maar misschien staat het wel gewoon heel mooi. Ik bedoel,
Je moet dingen gewoon ook eens uitproberen. En dan die van de Action, waarbij het maar goed is dat we daar binnenkort klaar mee zijn. Want die begint nu echt aan alle kanten uit elkaar te vallen. Maar goed, 20. Oeh, een mascara. Dat vind ik niet verkeerd. Waar is mijn pop? Oh. Jongens, wat doe ik toch? Ben ik weer enorm knullig bezig. Die zitten er ook wel echt mega vast in, hoor. Maar goed, ik ga jullie zo de ravage laten zien. Die ik nou weer heb gemaakt. Maar goed. Een mascara. En een grote mascara ook echt. Met een... ja, apart borsteltje wel. Maar het ziet er op zich wel goed uit. Het ziet er niet heel klonterig uit of zo, zo al. Goeie stopper erop. Nou... top. Gaan we uitproberen. En ik leg het gelijk hier in een pakje. Want zoals ik al met jullie had afgesproken, gaan we straks even alles wat hier nog ligt... dat gaan we natuurlijk nu doen. Want we hebben ze al uitgepakt. We gaan nu even alles bekijken. En het is bijna alles. Want ik had natuurlijk me van de week al een keertje opgemaakt met wat dingen. En die liggen nu gewoon in mijn... slaapkamer in mijn laadje, zeg maar. Dus die laat ik daar ook gewoon liggen. Nou, ik zal deze ravage even laten zien. Hier probeerde ik net die mascara ermee uit te halen. En nu heb ik mijn wenkbrauwpotlood gemold. Niet zo slim. Maar goed, die ging ik toch niet gebruiken. Neemt niet weg dat het natuurlijk gewoon heel zonde is dat ik dat gedaan heb. Goed, deze kleine schat. Ja, ik ga hem gewoon eens... misschien wel in een video of zo uitproberen. Ik denk dat die is om concealer mee. Want ik denk niet dat je hier heel je foundation mee kan doen. Of hij moet op wonderbaarlijke wijze ineens 10 keer zo groot worden als je hem nat maakt. Maar ik ga ervan uit dat hij voor concealer bedoeld is. Dan dit onwijs toffe oogpotloodje. Een spreider voor je tenen. Een lipgloss. Een schattig klein zwart oogpotloodje. Een leuk kwastje. Een zilveren mascara. Nagellak. Mijn redder in nood van de week. De Vel. Ik hoor nu op YouTube allemaal mensen zeggen... Ja, dat is wel het sufste cadeau wat je in een adventkalender kan krijgen. En eigenlijk is dat misschien ook wel zo, maar ik was er van de week toch wel erg blij mee. Een mooie bronzingpoeder. Dit is allemaal de kleurtjes die laat ik zo even zien. Leuke stickertjes. Ik denk uiteindelijk dat ze voor je nagels bedoeld zijn. Maar ja, misschien kan je ze ook wel gewoon op je gezicht plakken. Ik weet het niet. Die wenkbrauw. Ja, wat zijn het? Schabloontjes of zo. Ook wel heel benieuwd naar. Glittertjes voor op je nagels. Dat zijn echt steentjes die je erop moet plakken. Nou, zo'n anderhandig potje. Een witte oogschaduw. Zo'n oogschaduwpaletje met 4. 2 puntenslijpertjes. En nou ben ik hier. Heb ik een potloodje, maar ik ben de dop even kwijt. Gek. Ik heb er toch niks mee gedaan. Nou, die kom ik waarschijnlijk vanzelf. Blijf nou staan. Dan ligt hij alsnog op de grond. Kom ik wel weer tegen. Ik leg hem er ook even bij, maar geen idee waar ik die gelaten heb. Een
Dat glittertje, die oogschaduw. Ja, en die andere oogschaduws en die blush van NYX, die heb ik dus al daar liggen. Want die heb ik gebruikt. Dan heb ik nog 2 nagellakjes gekregen. Een soort, ja, heel donker paars is het volgens mij. Er staat niet echt een naam. Oh, All About Purple. Er staat dus wel een naam op. En inderdaad, een hele donker paars. En deze is Great Tempo. Ook wel grappig. Het is toch leuk om die namen allemaal te verzinnen. Oh, nog een. Oh ja, die Ruby Red nagellak. Dan nog een donkerbruine oogschaduw. En dan is de rest allemaal lipachtige dingen. Waarvan deze 2, die ken ik van de HEMA. Die heb ik van de HEMA ook gehad en die vond ik heel fijn. Dus ik ga ervan uit dat die van de Action ook wel heel, heel lekker zullen voelen en heel leuk zullen zijn. Ik ben nu vrij, dus dan heb ik 's ochtends ook wat meer tijd. Dus dan zal ik me ook 's ochtends eens wat vaker opmaken. En dan met deze spullen, dan kunnen jullie ze voorbij zien komen. Dat is wel leuk. En dan allemaal niks. In verschillende soorten en maten. Die hadden we. Nog zo'n olietje. Die voor deze. Die olie is voor nu wel even heel fijn. Ik had namelijk in de auto de verwarming lekker hoog. Omdat ik het zo koud had van skiën. Dat droogt natuurlijk enorm je lippen uit. En de rest van je gezicht eigenlijk ook wel, geloof ik. Maar goed, ik had het zo koud. Nog meer niks. Het is echt veel hoor, jongens. Nou, dit is er dan eentje van de Douglas. Kleintje. Dit zijn nog 2 niks producten. En dan die hele mooie knalroze van de Douglas. En nog een beetje een nude-achtige kleur van de Action. Zo, nou. Het heeft even geduurd. Maar hey, het zit in een bakje hoor. En kijk, wat is die tafel opgeruimd. Ongelofelijk. Goed, dan was dit alsnog het einde van de vlog. Het zijn een beetje rare dagen, dat besef ik me heel goed. Dat zullen jullie in de vlogs echt wel meekrijgen. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik probeer er gewoon het leukste van te maken. Ja. Ik doe mijn best. Laten we het daarop houden. Ik wil je daarom ook ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En tot morgen.